zijn echt alleen maar hele trainende, snelle mensen hier. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Ik ga opgetraind een marathon rennen. Dat staat absoluut in de top 3 dingen waarvan ik altijd zeg dat ga ik nooit doen. En ik ga het nu dus doen. Ik kijk er een klein beetje heel erg tegenop. Het is nog steeds iets wat ik eigenlijk nooit zou willen doen, maar ik wil ook wel ervaren hoe dat nou is. Ik denk echt dat ik fysiek helemaal kapot ga en dat ik me er dan mentaal doorheen ga slepen. Maar we gaan het zien. Iedereen tegen wie ik het zeg verklaart me echt voor gek. Precies over een week ga ik de marathon van Enschede rennen. Jij. Maar dat kan niet, man. Dit is mijn personal trainer Lars en hij gaat mij tips geven voor de big day. Belangrijkste, mocht je een pijntje krijgen, dat je niet verder gaat lopen, gaat stoppen. Maar iedereen krijgt na 5 minuten altijd wel een pijntje tijdens de marathon. Het verschil met jou en de rest is dat de rest ervoor getraind is en jij niet. Ja. Hou je hartstikke constant op hetzelfde tempo. En wat als die binnen 5 minuten door het dak gaat? Dan wil je dat je tempo lekker naar beneden gaat halen. Lars vertelde mij ook nog dat de kans op blessures ontzettend groot is als je ongetraind een marathon rent. Ik begin het wel met de dag spannender te vinden. Mensen trainen hier gewoon echt maanden voor soms. En ik geen dag. Over 5:40 word ik thuis opgehaald. En ik ben heel benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. We zijn nu onderweg naar Enschede. Goedemorgen. Brammetje is mee als mental support. En hoe dichterbij we komen, hoe meer ik me afvraag. Waar ben ik aan begonnen? Ik ga nu mijn startnummer halen. Ik begin nu wel echt spannend te vinden eigenlijk. Iedereen hier om me heen is al goed voorbereid. Dan baal je gewoon dat je niks hebt gedaan qua trainen. Ik heb er ook wel weer zin in ofzo. Ben ik goed? Dit is mijn goede vriend Ramon en hij gaat vandaag mee om mij een beetje in de gaten te houden. Er zijn echt alleen maar hele getrainde snelle mensen hier. Oké, let's go. Ik ben heel benieuwd hoe ver ik met mijn conditie ga komen vandaag. Woehoe, daar gaan we! Hoeveel meter zit je? 300 meter gehad. Echt? Lekker bezig. Bijna. Van mijn huis naar de supermarkt. En dat doe ik altijd met de scooter. Hier, van doe ik nog maar een klein stukje. Nou, het gaat hartstikke goed hoor. Bijna 3 kilometer gehad. Maar ik voel wel dat dit iets is wat ik nooit doe. Oké, vraag me niet hoe ze het bedenken. Maar we hebben net een hele weg gelopen. En daar keren we om en gaan we terug. Dus in plaats van dat ze gewoon een originele route bedenken waar je mooi rent, gaan we dezelfde weg weer terug. Ik heb net gewoon de 5 kilometer aangetikt. Ik merk wel dat ik nu echt al buiten adem raak. Het wordt nu al wel een klein beetje mentaal, vind ik. Fysiek was ik echt al lang gestopt, want alles doet dan een soort van een beetje pijn. En ik denk dat de cruiser ergens staat, dus ik wil eigenlijk even gaan wandelen, maar ik wil niet wandelend aankomen. Volgens de trekker heeft Maurice 6,8 kilometer al hard gelopen. Er doen 1822 mensen mee en tot nu toe is Moïse 1104. Ik ben trots op hem. Zijn ze! Gaat u? Kut, ik zou niet weten waarom je dit zou doen. Laten we nog even op een scootertje stappen en kijken of ze het een beetje vol blijft houden. Moeten we wel natuurlijk mental support, hè? We zijn nu alweer bijna een kilometer verder. En ze lacht nog. Dat valt me maar wat mee. Ik lach wel harder, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Ik ben trots op hem. Als ze zo door blijft gaan, dan verwacht ik dat ze echt gaat aanlopen. En dat zou wel echt oprecht fucking sick zijn. Het gaat best goed. Ik had dit nooit verwacht. 8,5 kilometer. Dit is echt fucking veel. Maar ik voel ook echt, ik zei al net, conditioneel red ik het wel. Ja. Maar ik voel gewoon echt fysiek dat mijn knieën doen echt pijn hoor. Ja. Dus ik voel echt mijn lichaam nu al een beetje zeggen, tikken dit hè. Hoeveel zitten we? 9,7. Kan man. Jongens, bijna 1/4. Kom op Louise. Come on. De stap zit er nog lekker in en eventjes kijken op de app. Moïse heeft tot nu toe een uurtje. 10,6 kilometer. Dank u wel. Ik word bijna moe als ik er naar kijk. Ik ben erg blij dat ik in deze video gewoon lekker langs de zijlijn kan gaan staan. Toppertje deze hoor. Hoe gaan jullie? Oké. Lichamelijk doet echt heel veel pijn. Ja? Mentaal gaat het oké-ish. Conditioneel ook. Maar waar heb je het meest last van hoor? Mijn knie en mijn heupen zijn echt. Ik denk echt dat ik niet meer kan lopen morgen. Echt niet. Maar dat is de zorg voor morgen. Ja. Waar? Absoluut. Jullie zitten al boven de 13 kilo. Oh, nu 13 kilo. Nieuws voor jou, jij hebt nu ook bijna 100 kilometer, 100 meter meegelopen.
Lekker hoor, Brem. Maar, 13! Zit er nog lekker in. Ja. Dank u wel. Mo laat zo over de telefoon vallen. 13 kilometer gelopen en ik laat hier mijn telefoon vallen. Nou, hou die goed bij je. Ondertussen ben ik al een beetje moe geworden, dus ik stap op de go-scooter. Ik ren nog even door. Thanks. Heerlijk op het scootertje, het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten. Kijk. Jezus, een beetje doorlopen, hè? Oh, ik wil zo graag op die scooter zitten. Mijn heupen zijn echt naar de tyfus. Maar wat voel je dan? Ik kan me nou niks meer voorstellen. Zegt hij op een scooter. Nee, wat gewoon echt steken. Gewoon pijn. Maar heb je spierpijn in je heupen? Anders dan spierpijn. Gewoon voel dat je gewoon verzuurt. Gewoon echt pijn, maar constant. Niet dat je denkt af en toe, gewoon de hele tijd. Ja, weet je, je moet het gewoon een keer doen om het te weten. Ja, precies. Jullie gaan weer? Kijk eens. Jullie gaan nu 9 kilometer per uur. Jezus. Time flies when you're having fun. Yeah. Fun, fun, fun. Having fun? Ook zo meerijden. Ik wil je gewoon duwen. Aan mijn bij dan. Bye. Yay! Werkt echt super motiverend. Al die mensen die applaudisseren. Zo, bijna 14 kilometer zit ze al wel op. Het gaat beter met Mo dan ik van tevoren had verwacht. Oké, 15. En ik heb besloten dat ik nu mijn Mario Kart hulpmiddel in ga zetten. Zo'n snelle banaan. Alleen is dat nu zo'n goor jelletje. Ben begonnen aan mijn redmiddel. Wil je een klein slokje proeven? Oh, het is echt gesmoord. Wel lekker. Gelijk zin om hard te gaan rennen nu. Nou, geniet er lekker van. Thanks, Bram. Voorspul. Wel nog steeds stabiel? Nee, ik heb me wel stabieler gevoeld. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nog 100 meter, dan mag ik weer even lopen. We hebben een kilometer gerend weer. Hoeveel nog? Niet. Ramon? Ja, we zijn er al overheen. Oké, ik geloof. Nou, heb ik ondertussen lekker een AA'tje voor jullie. Oh, dat is lekker. Ik ga die selfie stick ook aan jullie geven zo, want daar ben ik een beetje klaar mee. Hier, kun jij jezelf filmen op die kutscooter van je. Thanks. Daar heb je door. Op de 17 kilometer. Je ziet me wel lachen, maar ik kan eigenlijk echt wel jankeren. Mijn lijf doet zoveel pijn nu. Kom maar. Dankjewel. Dat is easy. Smakelijk dit. Yes, dankjewel. Zo leuk die 5 meter die Bram steeds meeren. En dan stapt hij weer op een scooter. En dan zie ik hem over een kilometer weer. En ik ben nu al moe, kan ik je vertellen. Nou, succes toch, hè? Oh, nou, dat was mijn stukje weer wel, hoor. Poep. Ik ben kapot. Tot zo. Tot zo. Wat zitten we? Bijna afzien. Kunnen we heel even lopen en dan blijven rennen? Dat is ze weer, hoor. Ben je er klaar voor, Bram? Vanaf hier gaan we rennen. Vanaf hier rennen? Oké. Okay. Want heel veel meer dan dit kan mijn lichaam eigenlijk al niet aan. Ik kan me dus niet voorstellen dat jullie dit 20 kilometer hebben gedaan. Ik ook niet. Hoe lang nu qua tijd, Ramon? 2:37 onderweg. Bijna 3 uur Gent. Ik begin nu al kramp te krijgen, weet je dat? Fuck off. Oh my god. Godver. Holy fuck. Al mijn heupen doen zo'n pijn. Oh, dit kan toch echt niet goed zijn voor je lichaam. Shit, Nia. Op 21 kilometer besluit ik te stoppen, want mijn hele lichaam zegt gewoon nee. Holy shit, mijn lichaam. Oh. Het is ook zo bizar op het moment dat je echt stopt. Alsof je lichaam dan ook echt zegt, nu kan je niet meer. Oh, oh my god. Ik kan niet meer. Ik ben echt een soort hoopje, auw. Je hebt wel een halve marathon gelopen nu. Een halve? Ik kan echt niet meer. Mijn hele lichaam doet zo'n pijn. Ik wilde echt nog door, maar... Dit is echt... Ik heb zoveel respect voor mensen die een hele kunnen. Jezus, mijn lichaam. Echt mijn knieën en mijn heupen. Ik kan denk ik echt komende week niet meer lopen. Holy moly. Oké, het is nu 2 dagen nadat ik de marathon heb gerend. En het is echt, ik had gisteren al spierpijn, maar ik kan vandaag gewoon echt niet meer lopen.
Ik zit nu op de bank, maar van mijn bed naar de bank lopen was echt al onmogelijk ongeveer. De spierpijn is niet normaal en ik raad het echt af. Dus, conclusie, kun je ongetraind een marathon rennen? Nee, dat is echt heel onverstandig. Vond je het nou leuk om mij zo kapot te zien gaan? Doe dan vooral even jullie duimpjes omhoog. En dan is er volgende week weer een nieuwe video.